Ewa mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag een Q&A. Het is nu een paar dagen later, een dag later. En ja, ik had gisteren nog geen vragen. Bij mijn Q&A, maar nu heb ik wel 3 vragen gekregen. Ik ga ze alle 3 eerlijk beantwoorden. En nu ga ik even mijn Instagram openen, want het is een Instagram Q&A. Dus, wat ga ik doen? Ik ga naar mijn hoogtepunt van Instagram. Die kunnen jullie ook zien. Daar mijn hoogtepunten. Even wachten. Wacht, dat wil ik. Wat ben ik van je broer X? Vraagt eg.brussel. Niet zo. Je bent mijn favoriete zuster. Ja, wat moet ik meer over zeggen? Je bent mijn alles. Ik kan je vertrouwen in alles wat ik doe. Alles wat ik zeg. Je bent er altijd voor mij. Phoebe, pardon. Vraagt. Wat is uw favoriete seizoen en waarom? Mijn favoriete seizoen is... ik heb eigenlijk 3 favoriete seizoenen, 3 of 4. De zomer is mijn favoriete seizoen, omdat ja, de zomer kun je veel barbecuen en ja, meedoen dan terug. De herfst is ook mijn favoriete seizoenen. Ja, kun je ook van alles doen. Je kunt in het bos gaan wandelen. Je kan ja, van alles doen in de winter. In de winter is het ook mijn favoriete. De winter is ook mijn favoriete seizoen. Omdat in de winter kan ik ook veel doen. Met sneeuw, vechten, met sneeuwballen gooien en zo. En de lente is ook wel mijn favoriete seizoen. Dat is eigenlijk... Ik heb 4 favoriete seizoenen, ik kan eigenlijk kiezen, maar als ik echt iemand moet uitkiezen, is het zomer. Want de voetbal dan terug begint en het begint mooi weer te worden. En Biavanga 19 vraagt, ben je gelovig? Ja, langs de ene kant ben ik wel een beetje gelovig, ja. Ik geloof dat er iets is. Ik weet niet wat het juist is. Het kan zijn dat er iets neerdaalt binnenkort en... Ja, ik ga het altijd niet weten. Maar ja, ik ben gelovig. Dus, ja, ik maak altijd een kruisteken voordat ik op het veld ga. Voordat ik ga voetballen. Ik lees elke dag online de Bijbel. Wat ook wel moet gedaan worden. Wat doe ik nog vooral? Ik probeer naar de kerk te gaan. Ik heb op mijn vorig werk elke week mee moeten gaan naar de kerk. En dat was wel leuk. Zo kan je ook iets meer. Het is vandaan dat ik eigenlijk meer en meer gelovig ben beginnen worden. Maar ik ben ook gelovig opgevoed. Ik ben ook katholiek opgevoed. En ik vond dat echt wel leuk. Ik ben naar katholieke school gegaan. Ik ben eigenlijk alle katholieke school. Ik ben naar katholieke onderwijs gegaan en ja, wat wil je dan zeggen? Ik kreeg godsdienst en zo en ik geïnteresseerde me daar wel in. Er waren gasten van zijn klas die zich echt er niet interesseerden. Waarom niet? Omdat ze waren niet gelovig en maar ik wel, ik ben wel gelovig. Jullie kunnen misschien lachen met mij, maar ik ben echt gelovig. Ik geloof dat er een God is. Ik geloof echt dat er een God is. Maar dit rond het af voor de video van vandaag. Vond je de video leuk? Smash dan zeker de like button. Reageren, abonneren hier beneden. En ja, dan zie ik jullie guys terug.